Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft vanmorgen 242 brandweerlieden bevorderd tot een naast hogere rang. Daarnaast heeft de bewindsman Romeo Feira en Rawin Doekie gehuldigd voor het ontwerpen van de nieuwe korpsvlag van de brandweer. Brandweercommandant Rajin Jakari riep in zijn toespraak collega's op zich respectvol en professioneel tegenover elkaar te gedragen. Jakari ziet graag dat een aantal zaken nog voor het einde van dit regeertermijn wordt gerealiseerd. Het opleidingscentrum te Santa Boma met de benodigde leslokalen en kleedgebouw overgedragen wordt en het KBS hierover kan beschikken. Het ingediend KBS-organogram wordt goedgekeurd. Voortgezet wordt versterking van het wagenpark, onder andere ook met meer logistieke voertuigen. Voorgezet wordt verbetering van CSU, aanvang van de elementaire brandweeropleiding, aanvang van een specifieke brandweercursus voor onder andere de universitair en HBO opgeleiden. Dat zijn de dingen waar wij komend jaar beoogen. Minister Getrouw wees erop dat scholing van de brandweerlieden enorm belangrijk is. Hij gaf daarom de verzekering dat de officiersopleiding voor dit korps uiterlijk februari zal aanvangen. Het is onvoorstelbaar dat er nog nooit een officiersopleiding is plaatsgevonden binnen uw organisatie. En het moet een motivatie zijn voor ieder om in zichzelf te gaan investeren. Want na deze officiersopleiding volgt de andere. Una think fit onderling. Snap je toch? Laten we aan onze kwaliteit gaan werken. En ontwikkeling, that's the key. Er is ook een aanvang gemaakt met de sollicitatieoproep voor de elementaire brandweeropleiding, welke binnenkort van start zal gaan. In de internationale samenwerkingen is er behoorlijk investering gepleegd. Het conceptorganogram van het KBS is bijgesteld en het is goedgekeurd. De korpsvlag van het KBS is reeds ontworpen. Diverse brandpreventieprogramma's zijn uitgevoerd. Het KBS is deels voorzien van PSU. Onder andere is het uiterlijk personeel voorzien van die bluslaarzen. Het wagenpark is versterkt met blusvoertuigen en logistieke voertuigen. En we werken naartoe. Vijf zitten ons nog op ons te wachten om ze zo snel mogelijk binnen te halen. Brandweerlieden, ik vraag van deze plaats nogmaals om wat geduld te betrachten. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie vandaag tijdens de bevordering van brandweerlieden. De activiteit vond plaats op de hoofdkazerne van de brandweer aan de Gemenelandsweg.